Hallo, Mattie hier. Deze week zonder Marieke Elsega. Die zat in Oeganda voor Coordate en RTL Boulevard. Maar wel... Hallo, ik ben Domien. De hoogtepunten. Mattie en Marieke. In afwezigheid van Marieke. Ik dacht van ja, dan vraag ik gewoon mijn favoriete mannelijke collega om haar plek in te nemen. Alleen Menno kon niet. Van mijlenver zie je me aankomen. Ik heb wel eens een moment... in een week of in een maand... waarbij ik denk dat de wereld iets meer om mij draait... dan dat die eigenlijk draait. Meisje van de bediening komt naar mij toe... en zij vraagt aan mij... Hoi, wat wil je drinken? Ik zeg, nou, ik wil graag een biertje. En ze kijkt me zo even aan... en ze vraagt aan mij... hoe heet jij ook alweer? Dus ik zeg, geinig dat ik ben. Ja, dat zeg ik niet. En toen het wordt nog erger. Oh man. Ik werk bij de radio. En toen zei zij... oh ja, nee... het is voor op de bon. Op een gegeven moment worden de hosties worden uitgedeeld. Hè? Het lichaam van Jezus. Ja. En ik had trek. Dus jij stond er met de hongerklop. Ik stond met de hongerklop met de communie van mijn neef. Ik dacht, ik moet even een hapje halen. Maar ik begrijp dus, ja sorry, ik zit er helemaal niet in het hele kerkelijke. Maar dat is dus not done. Bovendien, een hostie is niet echt vullend. Nee, dat wist ik veel. Heb je een handje vol gepakt? Gewoon die bak, alsof het een bak met chips was. Ja joh. Wat denk jij, wordt het nog licht vandaag? Nee, ik zit net naar buiten te kijken. Het is zo verschrikkelijk donker. Het idee dat we op een polsheel kan zitten. Misschien is dit het gewoon. Moeten we vanaf nu hiermee leven? Normaal, ik heb al 3 keer op de knop van de shutters gedrukt. Ze zijn nog een tapje omhoog, maar het is echt ongelooflijk. Ja, maar ik heb alles in de cloud staan. Ja? Ja, en heb ik ook. Ik ben zo'n superneur. Dus ik heb een tweestapsverificatie heb ik ervoor zitten. Dus je komt er bij mij niet in, hoor. Zo. Ja, dat is super veilig. Alsof je een kernraket kan lanceren. Nou ja, je wil niet weten wat voor foto's ik op heb staan. Er zit wel een kernraket tussen, kan ik je vertellen. Klinkt wel vrij uitdagend dit voor hackers. Nou, het gaat wel iets beter, maar vannacht heb ik me 4 keer wakker gehoest. Ach jongen, toch. Dat je in slaap valt. En hoe is het met je? Zo, dat je in de auto hier naartoe op bedacht. Niet? De volgende keer, Mattie, dan slaap ik wel weer in mijn. Ja, dat is goed. Hoe laat is het in België trouwens nu? Jet, goedemorgen. 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 Vertel alvast even, wat is je beroep? Ik ben eigenlijk van 2 wegschops. Clubber komt niet voor... Nou, heb je dit verstaan? Stuur het in via de Q-app en win een verrassingspakket. Je hebt meegedaan aan de slimste mens. Ja. Was leuk. Ja. Laat maar kijken. Ja, die komt vast niet uit de ronde waar ik 300 punten in scoorde. Wat weet jij van Sint-Petersburg? Ah, is in Zuid-Afrika is... nee, ik weet niks. Nee, sorry. Topografie, daar ga ik nat op. Ik heb echt al 2 keer afgebeld. Dat ik gewoon niet durf. Waarom niet? Ja, gewoon om dit soort momenten. Ja. Waar gaat het over spelen met jezelf? Echt waar, joh? Nou ja, ik dacht het al lang, hè. En nu ben ik toch maar eens even in de songtekst gedoken. Ik heb er nooit zo naar geluisterd. Nee, ja, maar vanaf nu ga je er voor altijd zo naar luisteren. Ja, inderdaad zeg. Jij bent al een tijdje alleen. Ja. Red je tot het eerste refrein? 90% van Nederlanders zegt wel kleine dingen te doen om energie te besparen. Zoals een trui aandoen in plaats van de verwarming even wat hoger zetten. Volgens mij staat mijn douche nog aan ook. Ik was laatst met mijn beste vriend in de supermarkt. We staan bij de broodafdeling en hij pakte een pizzabroodje en had hem nog niet uit de schap of het zat al in zijn mond. Ja, maar dat kan toch niet? Nee, en we liepen dus door er kwam ook een heel kruimelspoor achter hem aan door die winkel, zeg maar. Dus ik schaamde me echt. Ik dacht, oh gast, weet je wel. Ja. En op een gegeven moment kom je dan bij de kassa en dan leg je nog 2 happen pizzabroodje op de band. Echt gênant. Ja, nog even shout-out naar de Shell op de A4 iedere ochtend. Ja, ik vind het echt heel leuk. Maar ga je daar iedere dag heen op de A4? Iedere dag. Jij moet echt meer vrienden hebben. Ja. Ja, ga je dan zeggen ze, hey Mattie, wat leuk je weer bent. Staat de koffie, staat klaar? Moet je nog wel voor je bakkie betalen of niet? Ja, ik maak echt vrienden daar. Lachen kost minder dan elektriciteit. En het geeft minstens evenveel licht. Was je lam? Die heb ik echt niet getweet. Echt waar? Dit is niet van mij. Ja, dit is jouw tweet. Niet waar. Ik wat voor fase zat je? Dit verzin je. Dit komt echt van Adam. Hou op. Dat is wel waar. Dit is wel waar. Ik denk dat ik toen bezig was met het schrijven van mijn eerste filosofieboek. Ja, ik denk het ook. 1 gin tonic op woensdagavond. Mag dat? Ik heb echt een swipe duim vandaag. Tweets van Domien. Ja, al die tweets van Domien. 90.000 50 caps allemaal gezien.
Wil plassen. Nou, niet, maar niet, niet op plekken waar ik weet dat ik betrapt kan worden. Dus niet hier in de plantenbak. Nee. Fred, nogmaals, ik heb een prachtige voorstelling gezien. En het is helemaal stijf uitverkocht. Ik ga rond de 40 shows op doen. Dus, dus ik zag van de week geldnetwagens door Rotterdam rijden. Maar die waren onderweg naar jou. Dat is niet normaal. Vond je dit leuk? Geef een duimpje. Comment, geef een hartje. Like. En like. Abonneer. Dat zei iemand achter de camera. Van de online abonneer. 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 Souffleer ons. Zeg dat ze moeten abonneren. Het is te lang. Mattie en Marieke. Q Music. Mattie.